Hi, hallo. Welkom bij deze supersnelle oefening voor meer zelfliefde. We gaan oefenen in liefdevol tegen onszelf spreken. En dat gaan we doen op een heel lieve, tedere, milde wijze. En we gaan kijken of we het nog liever kunnen maken dan voorheen is gelukt. Of nieuwe manieren kunnen aanboren. We gaan als volgt doen. Je mag straks je ogen dicht doen. En ik ga een paar zinnen aandragen die je tegen jezelf kunt zeggen. En je mag ervoor kiezen die tegen jezelf te zeggen. En dat ook tegen jezelf zeggen. Hardop of zachtjes in je eigen geest. Mag ook. Je mag de zin ook aanpassen. En je mag ook zeggen, deze zin past niet bij mij. Ik wacht tot de volgende zin. Dus we proberen er gewoon even een stuk op vijf. En wanneer je die zin zegt tegen jezelf, probeer hem dan ook echt binnen te laten komen in je hart. Misschien kan je inderdaad je focus verschuiven van misschien wel je hoofd waar mensen veel zitten. Naar die hartstreek, het centrum van je borst. Je kan bijvoorbeeld je voorstellen dat je tegen je eigen hart zegt. En je kan ook even kijken of het lukt om dingen beter te laten aankomen in je hart. Als je het bijvoorbeeld nog een keer langzaam tegen jezelf zegt. Of een keer op een heel lieve toon. Of zachtjes. Dus experimenteer daar een beetje mee. Oké. Mag je je ogen dicht doen? En de eerste zin, mijn suggestie is: lieve jij, ik blijf altijd bij jou. Mag je ogen dicht houden. En de volgende suggestie die ik voor je heb is: ik ben er voor je. Ik ben er voor je. Goed, gaan we naar de derde zin. Mag je ogen dicht houden. De derde zin is: lieve, lieve, lieve jij. Punt. Dus het is eigenlijk een begroeting voor jezelf. Heel goed, we gaan naar de volgende zin. De volgende zin is: ik weet hoe mooi jouw hart is. En dat zeg je dus tegen jezelf. Ik weet hoe mooi jouw hart is. Heel goed. En dan de allerlaatste zin, de vijfde zin, wil ik door jou zelf in laten vullen. Dus kijk eens of je een zin kan vinden in jezelf die goed voelt en die je nog niet zo vaak tegen jezelf zegt.
Oké. Dan maak je de oefening af voor jezelf. Wanneer je er klaar voor bent, open je je ogen weer. Goed. Ik hoop dat je een heel mooie oefening hebt gehad. Je kan deze oefening ook zeker nog vaker doen. Je kan hem gewoon herhalen, de video weer aanzetten. Je kan hem ook doen wanneer je 's nachts in je bed ligt, vlak voor het slapen gaan. Gewoon even een paar lieve dingen tegen jezelf zeggen. Dus ga je gang, ga ermee aan de slag. Maak het misschien wel een onderdeel van je gebruikelijke leven. Er gebeurt je iets en je schrikt en meteen zeg je even iets liefs tegen jezelf. Het kan zomaar tweede natuur worden om de hele dag door af en toe iets liefs tegen jezelf te zeggen. Net zoals je ook lieve dingen tegen je partner zegt, tegen je vriendinnen, tegen je familie, wie het maar voor jou is. Waarom zouden we zo vaak iets liefs tegen anderen zeggen en niet zo vaak tegen onszelf? Succes, veel plezier, heel veel moois toegewenst.